Dan heb ik twee namen die Yannick echt verschrikkelijk vond. Toen we de naam hadden die we dus nu hebben. Ja, die sprak er gewoon heel erg uit. Heel mooi vind ik ook bij Amy passen, vind ik bij Feline en Lana passen. Dat kan ik al wel verklappen. Elke zwangerschap had ik eigenlijk het idee dat ik een jongen zou gaan krijgen. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Kellycresse.nl. Dan kijk je waarschijnlijk op YouTube. Of je bent doorverwezen via Instagram. Ik ben Kelly, Kellycresse. En ik ben zwanger van ons vierde meisje. Dus wij zijn op zoek gegaan naar een vierde meisjesnaam. En dat is best wel een uitdaging, kan ik je zeggen. Dus laat ik eerst even vertellen hoe onze naam tot stand is gekomen. En ik ga vandaag dus de namen delen die het niet zijn geworden. Elke zwangerschap had ik eigenlijk het idee dat ik een jongen zou gaan krijgen. Bij de eerste dacht ik dat al. Nou, ik had in principe geen voorkeur, maar het leek me wel leuk als ik ooit een dochter zou mogen krijgen. Nou, die wens is meer dan gehoord. En daarom is ons vierde meisje onderweg. Maar we hadden eigenlijk op zich al wel een jongensnaam. Maar ik ging dus net bedenken, wat was nou de jongensnaam? Ik ga dadelijk het lijstje af. En ik denk dat dit de naam is die we hadden. Maar ik weet het gewoon niet meer zeker. En toen kwamen we erachter dat het een meisje is. Dus toen waren we ook compleet georiënteerd op meisjesnamen. Nou, we hebben dus al drie meisjes. We hebben al Lana, Amy. En Amy met AI. Amy is vernoemd naar mijn moeder. Dus zij heet Amy Maria. En dan de achternaam. En we hebben meisje Feline. Nou, ik had het liefst bij allemaal een dubbele naam gehad. Maar dat wilde Yannick niet. Dat vond hij overbodig. Kijk, ik heb zelf heel veel doopnamen. Dus bij mij is het ook wel heel... Ik heet Kelly Corine Justine. En dan heb ik ook nog een dubbele achternaam nu omdat ik getrouwd ben. Dus dat is een hele mond vol. Maar ik vind een dubbele naam en dan een roepnaam met een tweede naam die je eigenlijk alleen gebruikt meer als initiaal, zeg maar. En bijvoorbeeld officiële documenten. Vind ik persoonlijk wel heel erg leuk. Maar ja, je moet samen de keuze maken voor de naam. En dit keer dus ook. En natuurlijk ook voor de voornaam. En we kwamen er op zich wel uit. Maar ik had heel veel namen die Yannick gewoon helemaal niet leuk vond. Hij heeft wel echt een wat specifieke smaak. Nou, dit keer bij het kiezen van namen hadden we verschillende dingen die belangrijk waren om in acht te nemen. Nou, ten eerste dat de namen passen bij de andere namen. Lana, Amy, Feline zijn op zich wel namen die ieder wel zijn eigen klanken en ieder zijn eigen dingen heeft. Dus het zijn geen. Het is niet een Jip en Janneke en. Gevoel, zeg maar. Het is wel, ze zijn wel ieder identiek, maar ze passen wel bij elkaar, vinden wij persoonlijk. Hè? En alles wat ik in deze video benoem is echt puur vanuit mijn eigen mening en hoe ik het zie en wat ik vind. En ik wil ook niemand beledigen als ik iets zeg wat je misschien ja, anders ziet. Dus daar letten we op, hè? Dus dat ze passen bij de andere namen. Maar daarnaast ook dat het geen tongbreker wordt, want dat is het nu soms al. Dan roep ik Lana, dan zeg ik Amy, dan zeg ik Amy, Feline, Felana, Amy. Nou ja, het meestal wat ik het eerste roep als ik ze wil roepen, zeg ik Amy. Echt heel stom, maar dat is gewoon de eerste naam. Als ik ze wil roepen en ik wil ze alle drie roepen, dan, of ik wil er één van de drie roepen, dan begin ik met Amy, Lana, Feline. Dus dat is soms al een worsteling. Dus ik wilde nu ook niet. We wilden nu niet een naam die dan nog lastiger wordt. Hè? Een voorbeeld bijvoorbeeld, Yannick vond de naam Emily heel mooi. Vind ik ook een hele mooie naam. Maar Emily lijkt natuurlijk op Amy. Dus dan is het Emily. Maar ook het is een beetje een combinatie van Lana en Amy, zeg maar, een klein beetje. Dus ja, zo'n naam kies je dan ook niet. Dus je let er ook nog eens op dat het niet te ingewikkeld wordt voor jezelf. Ja, ik zou nu bijvoorbeeld niet gaan voor Dana of Jana of Celine, snap je? Dus daar hebben we ook niks op gelet. Nou, ik pak mijn lijstje erbij. Ik heb hele mooie lijstje, namen in het lijstje staan. Ik ga hem ook even gewoon in beeld zetten, want dit zijn namen die we niet hebben gekozen. Stel dat we nog van gedachten veranderen, wat ik echt niet denk. We zijn ook al bezig met de geboortekaartjes. Ja, dan heb je hem misschien al gehoord. Maar ik zal even beginnen met de jongensnamen. En dat zei ik in de vorige keer al, want ik heb deze video met namen die we niet hebben gekozen ook opgenomen toen ik zwanger was van Feline en volgens mij ook bij Amy. Toen heb ik de jongensnaam die we niet hebben gekozen gewoon gezegd. En toen zei ik ook, nou is het hierna een jongen, dan gaan we die naam kiezen. En dat is de naam Ian. I-A-N, uitgesproken als Ian. Maar uiteindelijk hebben we besloten dat als dit een jongen zou zijn om die naam niet te kiezen. Niet omdat we hem niet mooi vinden, maar omdat hij heel lastig te schrijven is. Want je schrijft hem met een hoofdletter I, wat dan eruit ziet als een L.
Dus mensen zullen dan verwarren dat die Lan heet of iets in die trant. Dus die hebben we wel uitgesloten, die naam. Maar die vonden we wel echt voor een jongen heel mooi. Dan Jay. Een beetje geïnspireerd door Modern Family, Jay. Omdat hij lekker kort en krachtig is. We vinden sowieso namen met een J heel mooi. Een beetje een Engelse naam. Een beetje een Jake. Ja, die heb ik ook staan. Jack, James. Dat soort namen vinden wij heel mooi voor jongens. Een beetje de stoerdere Engelse namen. En volgens mij is het dus J die we nu als definitief gekozen hadden. Maar goed, it's not a boy. Ik ga er niet van uit dat er toch iets aanhangt als ze geboren wordt. Of als hij geboren wordt, of de baby. Want er zijn heel wat echo's al overheen gegaan. Dan hadden we dat wel gezien. Dus ja, deze jongensnamen gaan het nooit meer worden. Want het is echt ons laatste kindje, ons laatste zwangerschap. Dus haal er je inspiratie uit als je deze namen ook mooi vindt. En jij krijgt wel een jongetje. Dus op de jongensnamenlijst staat Jay, Ian, Adam. Dat vind ik ook echt een hele mooie naam. Die vind ik echt super mooi. Volgens mij vind je niet op niks, maar ik vind die echt heel mooi. En Jake. Dus dat is een beetje het genre, zeg maar, van jongensnamen. En meisjesnamen hebben een wat ander genre. Meer het romantische, lieve, zachte, zeg maar. Een beetje kortere namen. De naam die we gekozen hebben is ook niet zo lang. Dat kan ik al wel verklappen. En hij staat niet hier tussen, maar ik ga even het lijstje af. Dus eerst Abby. Vind ik echt een mooie naam. Ja, vind ik echt heel mooi. Maar Yannick vond hem helemaal niks. Ja, dat is lastig. Veda. Heel mooi, vind ik ook bij Amy passen, vind ik bij Feline en Lana passen en Veda. Ja, Amy, Lana, Feline en Veda. Maar Yannick die had er niks mee. Dus ja, dan wordt het hem niet. ST of Esmee. Esmee hebben we ook al gedacht bij Amy en bij Feline geloof ik zelfs. Maar wij hebben ook een Esmee in de familie, dus dat heeft dezelfde achternaam. En dat voelde voor Yannick vooral heel raar. We hebben op zich daar niet heel veel contact mee. Maar ja, dat voelde voor Yannick gewoon niet goed. Nou ja, dan doen we dat natuurlijk niet. Maar ST of Esmee vinden we echt heel erg mooi. Nora, heel mooi. Past ook perfect in het lijstje met Lana, Amy, Feline en Nora. Is het dus niet geworden. Ik weet even niet waarom die het niet geworden is. Maar toen we de naam hadden die we dus nu hebben. Ja, die spakken gewoon heel erg uit. Nou ja, ook niet direct trouwens. Want we hadden eerst een andere variant op die naam. En dat is hoe Yannick hem wou. Maar ik had eerst ook zoiets van, ja, dat wordt hem. En ineens voelde het niet meer zo. Voelde het niet meer als de naam. En toen heb ik een andere variant had ik geopperd. En dat voelde voor hem ook goed. En toen zijn we dat vaker gaan zeggen enzovoort. En nou klopt het gewoon helemaal. Dan Lucy. Vind ik echt een super mooie naam. Dan heb je Lana, Amy, Feline en Lucy. Lucy vind ik een lieve naam. Schattig. Is ook nog leuk als je wat ouder bent. Sowieso probeer ik daar natuurlijk heel erg op te letten. Dat je namen hebt die ook als je een volwassen vrouw bent ook heel leuk zijn, zeg maar. Dus dat vind ik van Lucy ook. Maar volgens mij had je niet er niks mee. Dan Lou. L-O-U. Of Isa Lou. Of Filou. Ja, dat Lou is blijkbaar eentje die blijft hangen. Vind ik heel mooi. Vind ik stoer. Vind ik lief. Vind ik meisjesachtig. Vind ik sterk. Maar je niet. Dus ja... Dan houdt het heel snel op. Dus Lou wordt hem niet. Isa Lou vind ik ook heel lief. En Isa ook een hele mooie naam. Is het ook niet geworden. Vind ik ook gewoon heel lief, kort, krachtig, gezellig. Past bij de andere namen. Lana, Amy, Feline en Isa. Ja, zou wel passen. Is het niet geworden. Maar Isa Lou is zeg maar de langere versie daarvan. Dan vind ik ook lief. Vind ik ook mooi. Maar ja, we kwamen daar niet uit. Dan heb ik twee namen die Yannick echt verschrikkelijk vond. Ja, dan wordt het hem sowieso niet. Filou. Dus met de PH. Nou is dat ook wel een wat lastigere klank natuurlijk. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Of Elodie. Dat is meer een Franse naam. Daarom had Yannick ook niet echt iets mee. Die kende de naam ook gewoon niet. Maar Elodie. Vond ik heel lief. Heel... Ja, ik hou wel van Franse namen. Amy heeft ook een beetje een Franse naam. Ja, het is eigenlijk ook een Engelse naam. Maar Frans geschreven met AI. Van ME, van houden van. Dus dat is Elodie en Filou eigenlijk ook. Zit een beetje in de Franse lijn, zeg maar. Ja, daar had je niks mee. Maar die vind ik ook heel lief. En leuk. Maar die is het niet geworden. Ja, ons lijstje is dus niet zo lang. Maar dat is op zich ook niet zo gek. Als je bedenkt dat we al 3 keer eerder alle meisjesnamenlijstjes zijn doorgegaan. En van alles hebben afgewogen. En ja, je hebt toch misschien een bepaalde smaak. Maar die kan natuurlijk ook door de jaren heen veranderen. Want het is natuurlijk alweer 4 jaar geleden dat we onze laatste meisjesnaam bedachten. Maar goed, daardoor is natuurlijk het lijstje gewoon niet enorm lang. In ons geval. Maar misschien
is dat heel persoonlijk hoor. Ik bedoel, het maakt helemaal niet uit als je maar een naam hebt. Doe vooral wat voor jou goed voelt. Wij zijn heel blij dat we de naam hebben. En nou, ik ben heel benieuwd welke naam jullie denken dat wij gaan kiezen. Dus laat hem even bij de comments weten. Welke naam denk jij dat, dat wij gekozen hebben? Wie weet raad jij hem wel. Dat zou wel heel cool zijn. Nou, ik ben van plan om de komende tijd nog veel meer leuke zwangerschapsvideo's te maken. Ik ben nu 31 weken zwanger. Dus het wordt een beetje tijd om de babykamer in te gaan richten. En dingen daarvoor voor te bereiden. Dus daar wil ik een video over gaan maken. De vluchttas om mee te nemen naar het ziekenhuis wordt ook wel tijd om binnenkort te gaan maken. Mijn eerste is met 34 weken geboren. Dus dat zou over 3 weken al zijn. Nou, dat vind ik echt een bizar idee. Dus ja, dan is het toch handig om wel in ieder geval iets van een tas klaar te hebben staan. Of een koffer met wat spulletjes. En babykleertjes en dat soort dingen. Ik wil jullie gewoon helemaal gaan meenemen in het proces. Hè? De commode roomtour. Nou ja, al dat soort dingen. Dus blijf me zeker volgen om die video's te kijken. Maar bekijk ook gezellig mijn vlogs als mama van 3 meisjes. Mijn reis van chaos en drukte naar een veel relaxter leven. Ondanks, ik bedoel, relaxter leven. Ik bedoel, ik heb mijn bedrijf. Ik ben moeder, nou ja, zwanger. Genoeg te doen. Het huishouden, maar wat meer mindful te leven, wat relaxer te leven, wat bewuster te leven. Daar laat ik mijn reis over zien. Dus volg me daarvoor. Als je ook denkt van ja, ik zou ook wat minder opgejaagd en wat geduldiger door het leven willen gaan. Dan deel ik daar ook allerlei tips over. Dus abonneer je als je nog niet geabonneerd bent om al mijn video's te volgen. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je heel graag volgende week met een nieuwe vlog weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!